Nou, we willen graag alle kinderen die nu in groep 8 zitten en volgend jaar naar het middelbaar onderwijs gaan, een beetje voorbereiden op maatschappijleer. Want in maatschappijleer leer je vaak hoe werkt het gemeentebestuur? Wat doen een wethouders? Wat doet een raadslid? Wat is de gemeenteraad? Waar nemen ze besluiten over? Dus we hebben ook alle leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in Amstelveen uitgenodigd om eens bij ons langs te komen en een bezoek te brengen aan de gemeenteraad in de mooie raadzaal. En daar krijgen ze een korte presentatie en daar kunnen ze allerlei vragen stellen aan raadsleden die aanwezig zijn, wethouders en misschien soms een keer zelfs wel de burgemeester, dat durf ik niet te zeggen. Maar dus ze kunnen allerlei vragen stellen wat ze willen weten, zodat ze een beetje voorbereid naar de maatschappijleer gaan op de middelbare school. En alle leerlingen van groep 8 zijn van harte welkom. We hebben wat data al doorgegeven aan de scholen. Die zijn al vol. Dat vinden wij ontzettend leuk, maar de scholen kunnen nog steeds aanmelden, want ze zijn van harte welkom. En wij gaan gewoon kijken voor nieuwe data. Het is hartstikke leuk voor de kinderen. We hebben dit al meerdere jaren gedaan. En de kinderen vinden het ontzettend leuk, want ze nemen plaats in de raadzaal, echt op de stoel van de raadsleden. Ze mogen de microfoons gebruiken en ze mogen vragen stellen. En we sluiten ook altijd het eind van het bezoek af met een leuk spel om te kijken of ze wel een beetje hebben opgelet tijdens de presentatie. En dan mogen ze zelfs hollen in de raadzaal in het midden. En aan het eind krijgen ze nog een leuke attentie mee en iets lekkers te drinken. Dus absoluut de moeite waard om je aan te melden.